En de politie in Paramaribo heeft dit weekend 398 lockdown-overtreders overgebracht naar de politieacademie. Het aantal lockdown-overtreders is in vergelijking met het vorige weekend gedaald. De vorige week zijn er 584 lockdown-overtreders in Paramaribo geregistreerd. Inspecteur Rachel Deekman zegt dat vanaf 7 tot en met 13 september 499 lockdown-overtreders zijn opgebracht in Paramaribo. Van dit aantal was 58 vrouw. In Wanica is er in deze periode slechts 1 persoon opgebracht, terwijl de politie in het Westen in totaal 50 lockdown-overtreders heeft geregistreerd, van wie 4 vrouwen. In het Oosten schijnt het goed te gaan, want vanaf 7 tot en met 13 september heeft de politie geen lockdown-overtreder geregistreerd. De regering heeft nu de weekendlockdown opgeheven, maar Deekman zegt dat de controle op de naleving van de COVID-19-wet nog zal plaatsvinden. Ze wijst erop dat niet alleen de politie daarmee belast zal zijn, maar ook de bestuursambtenaren en het ministerie van Arbeid. Verder zegt ze ook dat als de burgerij zelf de COVID-19-maatregelen in acht neemt, de politie niet per se bij hoeft te komen. Inspecteur Rachel Deekman wil niet praten over ongehoorzaamheid van de burgerij, maar wijst er wel op dat we allen een gemeenschappelijke doel nastreven, namelijk het bestrijden van de verdere verspreiding van COVID-19.